In Dit is niet mijn wereldvriend lopen fitgirl Faya Laurens en bourgondier Pierre Wint ieder een dag mee in elkaars leven. Maar ja, eten is wild. Dus dat... Wie zegt dat ik niet zoveel eet? Ik eet gewoon geen patat. Waar de een leeft voor een lekker lijf, draait het bij de ander juist om lekker eten. Eén ding adviseer ik iedereen, nooit een dieet. Diëten, dat zijn echt de kwakzalvers van nu. Maar hoe kijken de tegenpolen na 2 dagen tegen elkaar aan? Zij zeg maar alleen maar zeggen, ik ga het dieet van Faya doen voor 12 weken. Zeg ik, niet doen, niet doen. Kappen. Ik ben verbaasd over hoe hij is als mens, maar ik ben meer verbaasd over zijn vrouw die het volhoudt. Follow, follow the sun, and which way the wind blows, when this day is done. Actrice Faya Laurens werd op haar 21ste bekend als Jasmine uit GTST. Maar is inmiddels uitgegroeid tot lingeriemodel, DJ en bovenal fitness- en dieetgoeroe. Faya, haar leven staat in het teken van diëten en fitness. En daarmee staat zij in schril contrast met ADHD-kok Pierre Wint, die een hekel heeft aan diëten, laat staan aan sporten. Wees elke dag een blij ei. Dat is een beetje het recept van Wint. Je hebt hier heel wat licht. Ja, het zijn heel veel blij eieren. Het is toch lekker? Gewoon gembersiroop kijken. Ze leven in 2 werelden die niet meer van elkaar kunnen verschillen. Maar wat kunnen deze tegenpolen van elkaar leren als ze met elkaar meelopen in elkaars leven? Hallo! Ik ga jou meenemen. Nou, leuk. Hoi. Hoi. Charlotte, heb je er zin in? Ja hoor. Ja? Ja? Top. Wij gaan vandaag op pad met Pierre. Heb jij al een beeld van Pierre? Als ik heel eerlijk ben, nee, want ik ken hem niet. Ik heb hem even net gegoogeld. Ziet er gezellig uit. En wat bedoel je dan met gezellig? Ja, het ziet eruit als een gezelligheidspersoon, weet je wel? Dat je denkt, oh, lekker even eten. Gezellig. Wijntje erbij. Ja, als een echte bourgondier. Ja. Ja, dat zie je wel een beetje aan hem. En heb je het idee dat hij een gezonde levensstijl heeft? Nou, dat niet per se. Ik denk de meeste koks niet eigenlijk echt. Ja. Het gaat altijd om de smaak. Verschilt hij in dat opzicht veel van jou? Ik let wel echt op, ja. Maar ja, vandaag laat ik het dan maar even over mijn kant gaan. Morgen gaan jullie met mij mee en dan krijgen jullie gewoon 3 blaadjes sla. That's it. Dus je zit vandaag eigenlijk niet echt te wachten op in roomboter gebakken biefstuk en dat soort taferelen. Eigenlijk niet, maar ja, ik eet vandaag voor 2 dagen dan maar. We zijn onderweg naar het Walhalla van Pierre, de groothandel. Pierre wacht ons op. Yes. Oh, daar. Oh. Hey. Hallo. Hey, Kikkerman. Hoi, Kikkerman. Hoi. Hallo. Hoi, hoe is het? Ja, Kikkerman. Ik zou zeggen van, kom mee. Oké, dan gaan we met je mee. Naar het paradijs. Eten is mijn leven. Ja? Eet je de hele dag door? Ja. Nou, dat niet. Eet je de hele dag door? Nee, ik eet niet heel vaak. Zoveel. Maar vooral, ik ben met eten bezig. Ik wil mooie dingen maken. Zoals jij met je lichaam mooi wil maken, wil ik eten mooi maken. Ah ja, maar dan wil je het niet meer opeten. Ja, nou ja, dat is niet zo belangrijk. Je wil mensen in extase brengen qua smaak. Maar het is nooit alleen smaak of eten. Het is altijd het complete plaatje. Ja, kijk, dit is mijn favoriete afdeling, groentes. Vind ik mooi. Culinair gezien dan. Weet je wel, hier kan je wat mee. Weet je, dat vind ik mooi. En wat vind je dan mooi aan groentes? Nou ja, ze praten tegen me. Kijk, ik laat me niet... Maar Pierre, wie praat er dan tegen? Nee, nu, dit zijn groepsgesprekken nu. Even, kom naar me toe. Nee, maar dat is echt serieus. Ik laat me, ik laat me verleiden door eten. Het laten verleiden door lekker eten. Een hele nieuwe wereld voor Faya. En terwijl zij even rondsnuffelt in deze wereld van Pierre, vraag ik hem naar zijn beeld van de fitnessbabe. Ik ken de persoon nog niet. Ik ken alleen maar van de boeken, et cetera allemaal. Maar ja, volgens mij is het... ik denk gewoon zo van... heel veel respect voor wat ze doet is allemaal. Maar volgens mij wil dat mutsrug gedoe, weet je. Van zaadjes hier, zaadjes daar. Het grote verschil tussen haar en mij is... dat zij volgens mij eet voor haar lichaam. Alles draait om haar lichaam. Bij mij draait alles om het eten. Weet je? We zijn echt 2 totaal verschillende mensen. Want wat vind je van diëten? Nou, diëten zijn waardeloos. 1 ding adviseer ik iedereen. Nooit diëten. Wil je levensvorm aanpassen? Dat is echt belangrijk. Maar diëten, dat zijn echt de kwakzalvers van nu. Pierre wil de komende dagen onderzoeken of zijn beeld van Faya klopt. Ja, wat eet jij niet? Ik eet alles. Eet je alles? Ja. Nou, ik vind een frikandel bijvoorbeeld fantastisch. Vind je frikandel fantastisch? Oh, lekker. Maar met saus. Heb ik heel lang niet gegeten. Echt gewoon, denk ik, als in 10 jaar niet of zo.
frikandel. Maar omdat je het niet lekker vindt? Nou, vroeger vond ik het wel heel lekker als kind, met een frikandel speciaal en zo. Dus ja, ik weet niet. In mijn boek zeg ik ook altijd, als je dan wilt cheaten, koop iets of bestel een echt lekker taartje. Of ja, iets wat je echt lekker vindt. En geniet er ook van, want heel veel mensen... En is het weg. Ja. Maar gewoon mindful eten. Dus echt zien wat je eet, naar binnen werkt en laat het even binnenkomen. Gaan rustig zitten, niet... Ben je daar ook je bewust van, op het moment dat je iets in je mond stopt? Hoeveel calorieën dat zijn? Nee. Nee, ik ben wel... Je nou ook wel zien natuurlijk. Ja, mooi hè. Nou, maar ik heb ook een killer body. Wat voor figuur body. Heeft Pierre, als je dit een ectomorf is Pierre. Ja, ja, ja. De visboer zei mij dat hij nu zeg maar, van dat hij een hele grote tonijn heeft. Nou, dat kan wel in de 80, 90, 100 kilo zijn. Lekker. Nou, maar je eet niet zoveel. Dus wie al... zegt dat ik niet zoveel eet? Ik eet gewoon geen patat. Maar kom op, tonijn. Eet je veel? Ja, kom maar. Maar wel torro dan. Ik vind dat wel echt lekker, torro. Jeetje, Mina. Heel lekker. Echt, hè? Dat smelt zo op je tong. Vanwege de malsheid. Het is ook heel vet, hè? Ja, ja. Oh, je houdt van vet? Ja, wel dit soort vet, maar niet patat, pamvet en zo. Echte vetten. Zoals een avocado ook goede vet is. Nou, kijk, mijn probleem is wel, zeg maar, dat is geen smoes, maar omdat ik de hele dag door aan het knagen ben. De hele dag door aan het proeven, eten. Ik bedoel, een plak ham en naar binnen. Weet je, als je zeg maar in de keuken staat, dat is wel killing hoor. Ja, dat doe ik dus niet. Dat is killing. Ja, maar wat eet jij dan als ontbijt? Wat heb jij nu gegeten? Ik heb nu een appel gegeten, 3. Maar een appel is gewoon wel suikers natuurlijk, hè? Dan zou ik eerder hebben gekozen ook voor wat eiwitten erbij. Dit zijn maar daar ben ik dus helemaal niet mee bezig. 3 appels is wel heel gezond, toch? Maar het is 3 keer je suikerspiegel omhoog, dieven. Maar ik ben wel bewust bezig. Ik ben wel gevarieerd. Ik ben heel erg bewust met eten bezig. Maar ik ga niet tellen. Ik ben helemaal niet bezig met hoeveel calorieën. Dat interesseert me geen reet. Wil jij ook een stukje proeven? Ja, ik ga naar jullie. Ga maar. Ja, mooi. En? Smaakt het goed als ontbijt? Ja, hij is nog wel heel koud, een beetje. Maar het is wel heel lekker, ja. Ja. Nou, top. Ga jij nu rijden? Perfect. Nee. Ik ga rijden. Geen goed plan. Kijk, dit gaat helemaal goed. Wanneer ben jij begonnen met koken? Oh, dat was wel grappig. Eigenlijk toen ik 11 was, kocht ik zo'n blad de tip. Het is nu een ander blad geworden, maar toen had je een culinair blad de tip. Ik vond koken leuk, eten leuk en ik mocht thuis af en toe koken. Tot en met het moment toen ik de vlam in de pan had en daar stond bij hoe je moest flamberen. En nou, toen bijna half keuken afgebrand. Nou, 11, 12. Dat was allemaal rond. Toen mocht ik helpen. Daarna mocht ik niet meer helpen ook. Dat vond ik erg. Maar ben je ook Bourgondisch opgevoed? Ik kom van het prakgezin. Hollandspot. Ja, Hollandspot en een prak. Als je dat nu bij mij doet, dat is gewoon een belediging. En dan monsieur... Moet je moeder dan nog steeds dat maken? Nee, die is helaas overleden. Oh. Dat is, als je de zwarte periode is eigenlijk dat mijn moeder weg is. Dat is eigenlijk, die mis ik eigenlijk elke dag nog. Ja? Ja, dat is niet eerlijk tegenover mijn vader, maar dat is wel... Die is er nog wel, je vader? Nee, is ook niet. Allebei... En waarom had je dan zo'n speciale band met je moeder? Ja, daar kan ik niet over praten, want dan ga ik janken. Dus... Hoe komt het dan dat je haar nog steeds zo mist? Ja, dat is een moeilijk verhaal. Dan moet ik helemaal de dood gaan vertellen. En dat kan ik echt niet doen. Want ik bedoel, ik ga janken. Ik wil het niet. Ik wil niet janken. Maar van geluk wel natuurlijk. Ik vind wel dat mannen mogen huilen. Dat vind ik wel. Wij troosten je wel, Pierre. Ja, dat wel. Huil je wel eens? Nou ja, meer van geluk. Want ik ben wel iemand die probeert om heel erg positief te zijn. Niet somber. Ik ben toch van de focus, weet je wel. Niemand zou het zeggen, maar ik ben echt van de focus. Focus op wat je wil. En als je zeg maar verdrietig bent, moet je vooral daar niet focussen. Dan moet je wel heel snel weer gaan kijken, kan ik komen naar iets moois toe, weet je wel. Ja, dat heb ik ook wel, ja. Ja, vechten, weet je. Vechten naar geluk. Pierre is naast topkok ook hobbyfotograaf. En hij heeft vandaag een fotoklus in de haven van Scheveningen. Zo. Voilà. Oké, dan. Nee, echt niet. Voor een opdrachtgever maakt hij foto's van zijn culinaire topgerechten. Zou dit in jouw recepten thuis horen? Ik weet niet, ik weet de macro's niet. De verhoudingen niet. Kijk, er zit room in, er zit kaas in. Ja, dat is vet. Kijk, die wel misschien, de knolselderij, dat zou kunnen. Maar omheen zit een beetje cacaoboter. Het ziet er wel lekker uit. Je denkt denk ik wel, als je dit zo ziet, dat je een lekker chocolaatje met witte chocola of zo naar binnen werkt. En dan krijg je een knolselderij.
Ja, was dat kicken? Nou, als je eerste dateje zo meeneemt en dit is de tafelopstelling, ja, dan denk je echt, gast, dat je niet echt iets beter kunnen doen. Hoor je dat, Pierre? Ja, we hebben net heel mooi staan kroken. Dat je niet meer op de vrijgezellenmarkt. Ik ben wel benieuwd naar het resultaat op de foto, want dat zal wel heel mooi zijn waarschijnlijk. Bewerk jij dan ook die foto's? Nou, ik kan heel goed photoshoppen, maar ja, met deze foto's doe je alleen maar contrast en dat soort dingen. Faya is zelf ook model. En al die foto's van modellen worden ook vaak gefotoshopt. Wat vind je daarvan? Ik ben tegen volksverlakkerij. Zeg maar, als je gewoon photoshopt om een vlekje weg te halen, dat is hartstikke mooi. Ja. Maar als je iemand die op de foto bijna niet kan herkennen, dat is met eten. Ik heb de schurft aan bedrijven, ja, die een foto maken die zo mooi is. En dan kom je uiteindelijk, haal je die maaltijd erop. Het ziet er niet uit. Ja, je valt altijd tegen in het echt. Ja, dan, hè? Ja, ik heb eigenlijk liever dat ze in het echt zien, hé, je ziet er beter uit dan, oh, nou. Oh. Ja. Op de foto zie je er anders uit. Dat of dat ze gaan zeggen, je bent wel fotogeniek, hè? Ja. Vet kut, toch? Ja, dat is heel kut. Op het moment dat jouw lezers nu een foto zien van Faya waar de bil hangt, wat... Dan is er niks aan de hand, want dat kan toch gewoon zo zijn dat ik nu niet in shape ben. Dus als er vol roken zit, ja? Als ik dan ja zeg, dan moet je hem eruit jetsen, dat ding, die slang. En dan weg snel. Dus op het moment dat jij... Ja, oké, kom op dan. Ja. Niet zoveel lullen jij. Ja, nu! Ja, wat nu? Eruit! Ja. Dit was hem. Ja, mooi. En Pierre, zet je dit dan ook zo meteen op Instagram? Nee, ik doe niet aan Instagram. Daar moet je veel te veel voor doen. Dan moet je hem bijhouden, vind ik. Dan moet je het echt heel netjes bijhouden. Ja. Ik heb een focus op andere dingen. En wat vind je? Want bijvoorbeeld Faya is heel groot op Instagram. Die heeft bijna 180.000 volgers. Ja, maar ik heb ook enorm respect wat ze doet allemaal. Alleen mij krijgt ze de sportschool niet en ik ga niet aan haar dieet. Dat is absoluut... Alleen morgen. En ook niet na 2 dagen? Nee, ook niet. Maar ik kan wel een diepe buiging voor haar hebben. Weet je? Maar morgen wel, toch? Gaan we toch wel samen sporten? Nou, in gedachten doe ik alles. Maar ik kom zo. Ik moet even maar je mag kiezen. Je mag kiezen voor morgen. Of je gaat met me mee sporten of ik ga jouw buik kuppen. En we hebben nog een derde optie. Okay, aparte man, alle kanten op. En ik heb ook al 1 keer gemerkt de stress. Ja, nu! En die bij die foto. Oké, ik zou nooit in de keuken willen staan. Nee. Na de shoot gaan we naar de keuken van Pierre. En onderweg ben ik benieuwd naar de man achter de drukke goud. Maar Pierre, de meeste mensen kennen jou eigenlijk toch een beetje als de ADHD-kok. Maar wie is Pierre op het moment dat hij thuis is? Ja, dan ben ik de denker. De denker? Ja, absoluut. Wat denk je dan over? Over de hele wereld, maar vooral met eten. Gewoon, ik ben constant bezig met nieuwe ideeën. Zegt jouw vrouw nooit, hou nou een keer je bek dicht over het eten? Nou, ik heb het nooit over werk en dat soort dingen. Hoe lang zijn jullie samen? Nu? Zo, 29. 29 jaar? Ja. Jeetje. 28 jaar, 29 jaar. Ik denk dat het mijn droomvrouw is. Ja, ben je nog steeds verliefd? Ja, ik wel. Mijn grote droomvrouw is... Ik denk dat het... Dat is geen gelul, hè. Ik geloof echt heilig in haar. En heb je wel nog passie ook met je vrouw? 29 ja, enorm. Jaar. Ik vind het wel een hele leuke, lieve man. Ik ben blij dat ik zijn vrouw niet ben. Nee, ik zou niet een week op vakantie kunnen met hem. Maar ik kan ook uren niks doen, hè. Ik ben juist de meest stille man die er is. Ja, is dat zo? Ja, ik kan uren stilzwijgen. Doe eens. Ja, nee, mag van haar niet. Oh, ik ben zo erg moe opeens. Ik kan gewoon even op je schoot liggen. Nee, ga jij even met Pierre op schoot liggen? Ik ben zo moe. Ja. Hoor je dat vaker, Pierre? Dat mensen zeggen, oh, je hebt zoveel energie. Ik raak er maar uitgeput. Nee, ik hoor het nooit. Nee? Pierre, hou jij Faya uit de auto? Ja, dat kan ze zelf wel, toch? Ja, maar ze wordt ontzettend moe van jou. Ja, dat doe ik maar lekker zelf. Grappig. Ja, ik ben toch geen... Hij is ontzettend druk en chaotisch. Echt waar, echt ontzettend. Ik werd er gewoon echt heel moe van. Maar moet ik zeggen dat ik ook een kater had. Maar ik werd er ook wel echt moe van. Hoeveel liter sake ging er gisteren in? Nee, maar daar word je moe van, toch? De volgende dag. Ja, dat is... Een hele fles. Maar wel kikken. Dus, maar dat ga je niet overgeven en zo. Ik ben wel wat gewend. Dat is toch wel mooi, hè? En dat zit men als de dieetcoördinator. Maar ze is gewoon cool. We zijn op het ROC in Den Haag, waar Pierre voedingslessen geeft aan koks in opleiding. Deze school? Ja. Dit is echt mijn ding. Dit is ook in al die gebouwen mag ik altijd hier mijn ding doen. En Pierre, wat is nou jouw belangrijkste boodschap wat je die kinderen meegeeft? Gevarieerd. Ja. Niet te veel. En vooral, zeg maar, bijvoorbeeld, je kan ook gevarieerd snoep eten. Ja. Maar dat is niet de bedoeling. Dus elke dag een ander snoepje, de hele dag door. Nee, ja, in de productgroepen. En dat heeft dan weer met kennis te maken. Maar ga even door, want ik moet even een bakje vinden. Gevarieerd eten dus eigenlijk. Een bakje. Een bakje.
Maar dat is precies de kritiek die jij heel vaak hebt gekregen. Dat de recepten die in jouw boeken staan, dat die niet gevarieerd of te eenzijdig zijn. Ja, maar dat bedoelden ze niet in verhoudingen, maar in dat je bijvoorbeeld elke maandag hetzelfde eet. Jij eet toch ook elke maandag hetzelfde, bij wijze van spreken? Als jij 7 dagen in de week hebt, hoe vaak eet je dan iets anders? Oh, ik eet heel vaak hetzelfde. Ja, dat bedoel ik. Dus, maar als ik het in een boek doe, dan is het niet gevarieerd. Want ik thuis heb maar 4 gerechten ongeveer. Heel saai. Nee, joh. Ja, ik kook altijd hetzelfde. Nee. Ik vind jou echt iemand die ontdekken in... Ja, joh. Ja, jij bent een kok. Pierre wil dolgraag zijn signature dish voor ons maken. Maar helaas voor Faya is het niet bepaald caloriearm. Ik hou heel erg van boter. En dan moet ik hem nu zacht zetten. Ja, doe even zo. En hoeveel boter gooi je hier nou in? Nou, dat is wel een beetje overdreven. Wow, maar... Dat vind ik wel een beetje overdreven. Nee, we gaan er wat mee doen namelijk. Kijk. Dat zijn nou vooroordelen waar je het over hebt, hè? Jammer. Maar waar is mijn... Want wij, Argent thuis, ik knooi er dan ook een heel gaan pak... ook overdreven. Nou, dit is echt Bourgondisch, of hoe noem je dit? Nee, maar dit is echt lekker. Maar Pierre, is dit nou gezond? Als je dit elke dag eet, niet, nee. Maar dat is met alles zo, je gevarieerd. Nee, maar dit is, kijk, en wat je nu moet doen, je moet dus lief zijn voor die... Je moet hem bedruipen, zo. Wil je ook even doen, dan kan ik wat anders doen. En tegen praten, in jezelf. Oké, in jezelf, oké. Wel grappig, dus je geeft hem liefde in jezelf. Sorry dat ik je heb geslacht en dat ik je daarna ook nog heb laten rotten in de auto. Maar je rookt nog steeds heel lekker. En we maken het nu helemaal goed met dit heerlijke boterjasje. Ik ga je straks heerlijk opeten. Beseffende dat 1 eetlepel boter 100 calorieën is... dat ongeveer dit stukje vlees ongeveer 3000 calorieën is... Nou ja, morgen trainen we het weer af. Heb jij? Ja, ik kijk maar toe. Wat hoeveel roomboot? Lopen, jongen, op die loopband morgen. Ah, deze is... lekker, Pierre. Wauw. Oké. Okay. En jij dan? En jij eet ons mee. Ik kom erbij. Ik neem wel even een appeltje. Nee, hoor. Nee. Ik heb geen appel bij me. Nee, nee maar ga je gang. Wat mals. Is het nou een misvatting van veel mensen? Dat ze denken dat jij allerlei dingen niet eet? Ik denk het, ja. Met die tonijn wist ik precies dat. Ja, dat is hoe je het kent. Ja, weet je, sushi en dat soort dingen allemaal. Grachtengordel eten, weet je wat dat is? Grachtengordel eten? Ja, nee. Maar dan denk ik, dat ben jij. Maar dit had ik niet verwacht. Het is heel lekker. Ja, het is echt lekker. Nou, we hebben genoeg roomboter gehad. Dus ik denk dat we morgen aan de bak moeten. Ja, dat wordt mediteren met je mond dicht en sporten. Nou, Pierre. Ja? De volgende ochtend komen we heel vroeg aan in het rustige Purmerland, waar Faya met haar zoontje Shai woont. Goedemorgen. Hallo. Het is het lekker vroeg. Fantastische schoenen heb je aan. Dankjewel. Gisteren ook al. Mooi, man. Heb je een beetje geslapen? Nou, met jou, hoe kom je zo vroeg überhaupt op, joh? Nou, zo vroeg is het nog niet. Half zeven uur? Ja, dat valt toch mee? Ziet er wel ontspannen uit, Pierre. Nou ja, ik slaap nog. Kijk, dit is jij, mijn zoon. Hoi. Hi, Charlotte. Het smaakt lekker. Ja, man. Wat woon jij hier leuk. Ja, dankjewel. Hey, heb jij een koffie-infuus of niet? Nee, maar we gaan eerst mediteren. Dan is koffie niet zo goed. Nou, dit is mijn slaapkamer. Waar gaan we nu naartoe? Want daar mediteer ik altijd. Dus. Maar jij doet altijd dit? Nee, niet altijd. Ik lieg als ik zeg dat ik het altijd doe. Maar ik probeer het wel hier. Kijk. Hey, dit lijkt op de slaapkamer van... Van Cheryl en Gooise Vrouwen. Maar als je het niet gedaan hebt, dan merk je het ook. Nee, kijk. Wat je merkt, vind ik, dat je dichter bij jezelf staat. Bij je gevoel, dus bij je intuïtie en zo. Maar ook s'avonds even om alles weer los te laten. Dus dan kan ik bijvoorbeeld s'avonds gaan zitten, mijn ogen even dicht. Dan zet ik even mijn chakra open, mijn hoofd, mijn kruin, zeg maar. Gewoon je kruin open. En dan visualiseer ik dat het licht van boven zo door me heen stroomt. De aarde in. En dat dat allemaal meeneemt. Maar je bent dus eigenlijk best wel spiritueel. Ja. Ik weet niet of het heel... Ik geloof bijvoorbeeld niet in God. Pierre, voel jij ook soms dingen aan? Ben jij ook een beetje spiritueel? Hey, ik sluit me vanaf. Je moet vooral... Hij houdt het gewoon bij zijn eigen ding. Ja, ik ga gewoon mijn eigen weg. Doe maar je ogen dicht.
concentreer je eerst eventjes op je ademhaling. En dan concentreer je even op je kruin, zeg maar op het midden van je hoofd, op de achterkant van je hoofd. En dan visualiseer je dat je die openzet. Gewoon een klein deurtje openzet. En dat het licht eigenlijk uit de hemel van boven via dat deurtje bij jou naar binnen stroomt. Het helpt je ook om te aarden. Heb je het gevoeld of niet? Ja, maar vooral omdat... Ik snap het helemaal, maar ik kom er niet steeds van de gedachte van het geluidje. Oh, dat stoorde jou. Zo, want ik moest heel de tijd denken of ik zeg maar aan de uur op de wc zat. Dat geluid al wat door te trekken. Nee, maar dat kan het jou niet helpen. Nee, ik probeerde de hele tijd daar weer terug te gaan. Als je zegt die ademhaling, weet je wel. Het is een waterval. Maar je had niet het gevoel dat je op een gegeven moment helemaal in zo'n wit licht omcirkeld was? Dat dacht ik heel even, maar toen dacht ik van, hé, dat is ook gewoon, als je het zo doet, is het gewoon donker. Oh, dus je ging het weer relativeren. Ja, dat is, ja, ja, maar dat is ook niet de bedoeling. Nee, maar ik kan wel voorstellen, als je dit, je moet ook aanleren, denk ik, om dat te kunnen en te willen. Beneden krijgen we een gezond ontbijtje. En tijdens het eten legt Pierre uit waarom hij een hekel heeft aan van die hippe dieetboeken, zoals die van Faya. Als je één ei kan bakken, dan ga je zelf een vlog maken en dan ben je een koning. Opeens ben je voedingsdeskundige. Er worden zoveel voedingsdeskundigen, zeg maar, die komen uit de grond. Die misschien echt totaal alleen maar het gevoel hebben van bij mij werkt het. Dus dan werkt het ook voor de rest. Daar word ik helemaal gek van. En dat zijn meditatiemomentjes. Dan moet ik eigenlijk gaan mediteren om me weer even tot centrum te laten komen. Maar ik maak me daar soms wel eens gewoon. Echt? Ja, joh. De consument weet het bijna niet meer. De een zegt dit, de ander zegt dat. Dat is een eigen probleem, toch? Ja, maar ik ben wel deze voor mezelf op de wereld gezet. Dat is een van mijn dingen. Ik wil heel graag een soort informatiebalk zijn voor mensen. En dan hoop ik dat juist als ze een goede keuze kunnen maken. Ik zal nooit zeggen, je moet dit of dat doen. Maar en dan zeg ik wel van, hey, als je het zo ziet, maak nu je keuze. Maar dat is hoe ik erin sta. Ja, en ik denk gewoon, laat iedereen gewoon lekker zijn eigen ding een beetje doen, weet je wel. En ik maak me nooit druk om wat een ander vindt of zegt. Nou, nee, maar dat mag even, niet. Even je mag, één vraag je mag van alles zeggen, maar één ding vind ik wel belangrijk. Dat het op feiten moet gaan. Krijg jij ook wel eens kritiek van mensen dat ze zeggen, ja, maar jij schrijft een boek over voeding, maar je bent daar niet aanvankelijk voor opgeleid? Nee, maar daarom heb ik met allemaal articulaire artsen en zo dat boek gemaakt. Ik schrijf, dit is hoe ik het doe. En dit is wat de wetenschap zegt. Ja. Als iemand zegt, jouw boek is niet wetenschappelijk onderbouwd, denk ik, dan heb je het niet gelezen. Als ik het boek zelf kijk, kijk ik met een vakoog. Het is wel soms een beetje bla 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 bla. En soms ook een beetje beneden de waarheid of gepraat. Is er zo in een trechter gedaan tot het past. Een beetje, ja, er zitten wel, als je daar een studie op zou maken, dan kom je wel dingen tegen die je met een andere bril zou bekijken. Faya, ja? Spaar je me wel een beetje. Ja, nou wacht heel even. Oh, mijn gimp even pakken. Nou, qua conditie en qua sporten zijn we sowieso tegenpolen, want hij sport niet. Ja, oh nee, hij heeft wel een personal trainer. Heb ik gehoord. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar hij heeft er wel een. Nou, dit is mijn gym. Oh, wauw. Dit is echt alleen voor jou. Ja, ga maar even op dit staan ondertussen. Dan gaan we even warm lopen. Rustig. Ja, we hebben niet zo heel veel tijd. Dus... Wat denk je als je dit ziet op jou? Ga er maar op staan. Nou, ik ben nu al moe als ik naar kijk. Maar... Ga dan stappen. Ja, oké. Okay. Wow. Nee, trap lopen. Doorgaan. Gewoon doorlopen. Oké, even warm worden. Oh, niet hard hoor, niet te hard. Rustig. Kijk. Zo dan. Kijk, dit is... Oh. Oh, ja, ik ben veel groter dan jij natuurlijk. Oh. Even voor je buikspieren. Oh, dit is zo. Zo? Ja, 10 keer. Uitstrekken. 1. Terug. 10 keer, 2 keer. Ja, 2. 3. Zo, dit is zwaar. Zo. Ja, goed zo. Terug. Ja, goed zo. Nee, niet terugspringen, is gevaarlijk. 3. Zo, dit voel je wel. Ja, kom op, doorgaan. Okay. Niet zo veel kletsen, kom op. Nee, die telt niet. Ik smokkel even. Ja, ben jij streng, man? Kom, niet zoveel kletsen, kom. Ja, 1, 2. Ja. Yes, goed gedaan. Kom, door. Ja, duwen. Ja, vanuit je benen en billen. Goed zo. Yeah. Woe. Lange armen. Ja, zo ja. Woe. Goed zo. Gaat het?
En hoe voel je je? Toe aan koffie. Ja. Alweer? Ja? Ah, wel respect hoor. Dus we kijken hoe zij als een, als een vlinder door die al die oefeningen gaat. Ja, gaat jij wat minder goed af? Ja, in mijn hoofd. Ik heb wel een afdruk gelaten. Nee. Die vergeet ik nooit meer. Nee, nou, maar, goed gedaan. Nee, maar respect wat je doet, man. Faya heeft een belangrijke meeting in Leeuwarden om een nieuw recept te ontwikkelen. En wij mogen met haar mee. In de auto vertelt Faya over haar opvoeding. Haar moeder gelooft in de Babaji, een spiritueel geloof uit India. Als kind schaamde ze zich altijd voor haar hindoeïstische moeder. Wij hadden vroeger een hippiehuis. Alle muren, een andere kleur, gordijn. En ik wilde gewoon een normaal huis, weet je wel. Wil je een normaal huis? Ja, dat, als kind wil je toch gewoon normaal zijn. Je wil geen Faya heten. Ik zei gewoon op een gegeven moment, ik heet Nicole. Mijn broertje heet Arjuna, andere broertje Remy, mijn zusje heet Shanti. Ik wilde gewoon normaal, niet hindoeïstische namen. Geen moeder met een stip op haar hoofd en een sari die uit school kwam halen. Gewoon net als Kees en Jan en ik wilde vlees eten en gewoon normaal zijn, niet vegetarisch. En nu ga ik steeds meer zelf spiritueel worden. Maar jouw kinderen hebben ook hele bijzondere namen. Ja, maar als kind vind je dat allemaal niet zo leuk. Het is wel grappig dat de ADHD-kok echt knock-out ligt naar zijn op de bank. Maar dat had ik gisteren bij hem. In tegenstelling tot Pierre, die zijn moeder heel hoog heeft zitten, had Faya lange tijd een hele slechte band met haar moeder. Ik vond mijn moeder heel irritant als kind. Ik ben om 16 naar het huis gegaan, omdat mijn moeder echt niet kon luchten gewoon. Ik wilde echt weg. Uit die hele situatie, uit dat verschuilen achter een geloof en dat soort dingen, daar kon ik ook nooit tegen. Het was altijd Babaji, weet je wel. Babaji wil dit, of Babaji, dat is iemand die zich allemaal achter geloof of een man verschuilt. Kom op, maak je eigen keuzes, weet je wel. En hoe was dat voor jouw moeder? Dat je dat ja, heel zwaar, want zij kon mij niet aan. Ik was echt een terror. Ik was niet het makkelijkste kind. Nee, dus dat is wel heel zwaar voor mijn moeder geweest. En ik heb ook gewoon echt vroeger, heel vervelend en verdrietig hoe dat ook is, echt een hekel aan haar gehad. Onderweg naar het noorden stoppen we even om de benen te strekken en Pierre wat frisse lucht te geven. En tijdens de stop kom ik erachter dat ze ook op het gebied van spiritualiteit echte tegenpolen zijn. Waar Pierre zo nuchter is en in het nu leeft, gelooft Faya heilig in het oneindige en het leven na de dood. Ik geloof heel erg in dat je in het leven krijgt wat je aan kan. Ik geloof in reïncarnatie, dus ik geloof dat dit een stage is en dat we daar het echte leven is, zeg maar, het waar het om draait. Dus als je weer teruggaat naar daar, ja, en je wil weer evolueren, je wil weer groeien, spiritueel, ja, en emotioneel, dan kies je weer een leven uit wat jou weer uitdagingen biedt, waardoor je nog sneller groeit. En dat is niet altijd makkelijk, maar daar kies je wel voor. En dat ga je dan hier meemaken en dan ga je weer meer geëvolueerd en meer ontwikkeld en meer bewust naar boven. En zo kom je iedere keer terug tot je niet meer terug hoeft te komen, omdat je alles weet. En in welk leven zit jij dan nu? Ik denk dat ik er nog wel wat te gaan heb. Ja? Zijn er nog veel dingen die je moet leren? Ja, tuurlijk. Ja, ik ben er nog niet. Nee. De reden dat Faya in reïncarnatie is gaan geloven is omdat zij veel met de dood te maken heeft gehad. Waaronder een tragisch familiedrama, waarbij haar neefje van 11 maanden uit het raam werd gegooid door zijn eigen vader. Als er zoiets gebeurt als je neefje, in mijn geval, die in één klap wordt vermoord, dan wil je gaan onderzoeken van wat daar de logica van is. Tenminste, ik dacht, waar is dit goed voor, zeg maar, weet je? En dan ga je denken van, oké, als het lot is, waarom is dit dan zo? Want je wil voor jezelf ook een plekje geven, weet je wel? En toen ben ik boeken gaan lezen over leven na de dood, reïncarnatie, weet je, dat soort dingen. En toen ben ik gaan begrijpen waarom dingen gebeuren. Daar geloof ik in en daar hou ik kracht uit. Door te geloven dat klinkt misschien voor mensen heel cru die dit nu kijken, maar dat dit zijn eigen keus was. Dus stel je voor, je bent daarboven en je wil evolueren. Ja. Wat ze zeggen, zeg maar, in de spirituele wereld, is dat we alles een keer hebben meegemaakt. Dus we zijn een keer vermoord, maar we worden ook een keer vermoord, snap je? En soms moet je karma inleveren en dan kies je voor een snelle dood. Maar denk je dan dat jouw neefje dit op deze manier had gewild? Nou, niet in zijn zijn die nu is op aarde, maar wel in zijn zielenlichaam. En Pierre, geloof jij ook in reïncarnatie? Denk het niet. Nou, het zou zomaar kunnen. Ik blok het. Ik blok al die dingen, al die materie, want ik ben eigenlijk bezig met nu. We leven het nu, ja. Ik leef nu. Maar ik dat is ook belangrijk. Ik moet het nu doen en dan zien we later wel. Gisteren wilde Pierre het niet over zijn moeder hebben. Maar omdat ik toch nieuwsgierig ben, probeer ik het nog één keer. Ja, maar ik praat daar niet over. ik blok het echt. Je moet de dingen van genieten van nu
Dat zijn herinneringen die ik heb met mijn moeder. En ja, ik zet er heel hoog neer. Of zo daar. Het is voor mij echt, echt fucking, fucking belangrijk in mijn leven geweest. Ja. Maar wat heb ik er nu aan om hierover te praten? En wat is de mooiste herinnering die je hebt? Dat ze er was. Ze heeft echt deze planeet mooier gemaakt met wat zij deed. Het is voor mij een groot goed. Na de toch wel emotionele rit komen we aan op bestemming. Faya heeft hier een meeting met een voedingsproducent. Ze wil namelijk haar eigen wrap samenstellen en we gaan ze vandaag proeven. Toch, we gaan hier naartoe, want het is een mooie keuken. Mooie keuken. Oh, grote keuken, man. Oh ja. Het is echt top, dit, man. Oh, wow. Yes. Kunnen we lekker wraps gaan maken? Mijn koffie en ik zijn nu al afscheidelijk. Deze is voor jou. Ja, je koffie. Jij, hoeveel kopjes koffie drink jij wel niet? Ja, heel veel. Ik lever op. Ik wil eerst de meest gangbare maken. Dat is gewoon voor iedereen. En dat is met zalm. Wat we nu doen is food design. En dat is gewoon een vak apart. Weet je. Ik doe het al jaren. En je moet echt rekening houden met heel veel dingen. Het is niet alleen maar even... Ja, verse spinazie. Maar, en was dit die light versie? Nee, die hebben wij hier niet. Maar dus dit zijn dan gewoon onze witte kaasbakjes die we hier nu hebben. Want die heb je wel in een light versie ook, deze. 10 gram. Faya begeeft zich nu echt in de wereld van Pierre. En hij heeft nog zo zijn bedenkingen bij haar eigen ontworpen wrap. Ik hoop dat ze echt alle grondstoffen gaat uitrekenen. En dat, dus, en daar heb ik nog wat bedenkingen bij. Of je gaat halen nu wat ze voor ogen had. Want ik denk dat ze dat nu niet haalt. Qua zoveel eiwit, zoveel dingen. En dus de gezonde wrap. Want het is best wel, zit best wel zout handel in ook. Pierre, wat denk je? Hey, dit is wel heel mooi. Hij proeft als een pure wrap zonder toevoegingen. Maar is dat ook niet wat je wil? Ja, maar ik wil er één wat gangbaarder maken. Snap je? Ik weet niet of Pierre ze ook zou kopen. Hij is natuurlijk echt zo'n lekkere smulaap. Hoe voelen we dat? Ik vind hem nog een beetje droog. Ja. En je wil geen webschuurpapier hebben. Vind jij het trouwens ook niet lastig dat jij bent het gezicht van je eigen imperium? Dus als jij een keer een kerstmis laat gaan... dan zie je dat direct terug op je rekening. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, dan verstop ik me. Met de kerst verstop ik me. Ja. En de zomervakanties verstop ik me ook altijd. Je zal mij nooit zien op het strand. Dan zorg ik wel dat ik ergens in Timbuktu... Ja, nee, dan wil ik niet tussen de mensen. Vooral niet tussen de Hollanders. Kijk, in het buitenland maakt het me dan geen flikker uit, want dan kennen ze me toch niet. Ja. Maar omdat je anders dus direct je eigen aandelen ziet kelderen, bij wijze van. Ja, bij wijze van spreken wel. Maar gelukkig ben ik nog niet beursgenoteerd. Maar, ja. Maar dat komt wel natuurlijk met dit. Ik heb voor mezelf al een marketing slogan al. Bijt in Faya, weet je, wat zou ik doen? Ja, ik bedoel, weet je wel, bijt in, weet je, maar zou dat het even in Faya bijten? That's life! Twee dagen lang zijn de tegenpolen met elkaar meegelopen. We gaan lekker wijn drinken. Nee, geen wijn. Water, koffie. Hoe kijken ze nu tegen elkaar aan? Faya die zit hier met een rozeetje en jij zit met sparhout. Ja, mooi hè? Maar Faya, wat voor beeld had jij van Pierre voordat je hier... Nee, ik kende hem niet, dus ik had niet per se een beeld of een oordeel of vooroordeel. Maar de meeste koks in Nederland die koken gewoon wel lekker met boter. Nou ja, dat vooroordeel, dat is nog steeds. Het was iets drukker als ik ooit had kunnen bedenken. maar hele leuke, goede ideeën ook. Ik heb ook veel aan je tips gehad. Dus ik vond het een erg leerzame, voedzame, leuke ervaring. Oh. Het is gewoon een aparte knakker. Ja, ik ben verbaasd over hoe hij is als mens. Maar ik ben meer verbaasd over zijn vrouw die het volhoudt. En Pierre, wat was jouw beeld van Faya? Wat ik dacht was dat iemand naast me zou zitten die alleen maar leeft voor het lichaam en daar alles voor doet. Snap je? Ik bedoel, van de eten, maar ook zeg maar aan de wortels. Dat meen ik serieus. Ik dacht, nou, je bent zo groen voor je beep. Er is niks mis mee, hè? Genderneutraal. Hè? Maar van tevoren had jij aangegeven, ik heb een hekel aan diëten. En nog steeds. Hekel eigenlijk. Dat is niet veranderd. Aan van die fit girls. Je bent wel zelf op dieet. Nee, ik dieet niet. Maar je moet wel wat meer eten. En een beetje beweging, want die conditie mag ook wel ietsje beter. Ja. Nou, ik heb een personal trainer. Gewoon die heb ik nu echt in mijn... Zou ik echt ontslaan? Je zou ontslaan, ja? Nee. Ik zal het zeggen. Nee. Maar Pierre, is nu jouw beeld veranderd hoe je kijkt naar zogenaamde fit girls? Nou, nee. Ik kijk gewoon... Ik heb een totaal ander beeld nu van Faya en echt
respect. Maar als jij zeg maar alleen maar zegt, ik ga het dieet van Fire doen voor 12 weken, zeg ik, niet doen. Kappen. Alleen als je zegt, van, nou, ik wil misschien mijn levensstijl echt gaan veranderen volgens naar Faya. Waarom niet? Maar niet voor 12 weken dat gaan doen. Niet voor 12 weken. Ik ga ook niet aan de latten hangen. Nee, hoor, ik heb een goddelijk lichaam, dat is niet nodig. En hoe is het met je hoofd? Ja. Oh, die trap. Kijk. Zie je dat niet? Ja, zeker. Dat is echt een enorme pukkel. Maar volgens mij, als ze morgen naar de fitness gaat, dan ziet ze toch een stukje van mijn plafond. Ik ben altijd bij haar nu. Maar jongens, ik vind het ontzettend gezellig met jullie. Ik wou zeggen cheers, maar jij moet weer bijna. Ik vond het ook heel leerzaam. Nog een meisje, hoor.